Roar! Roar power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en je ziet het, oranje. Nog meer oranje. Ik heb het Nederlands vlaggetje hier op mijn wang. Vandaag is het Koningsdag. Ongelooflijk veel mensen die zijn buiten, zijn in de stad. Die hebben kleedjes liggen met allemaal spullen. Die zijn zoveel mogelijk spullen proberen te verkopen. Zelf heb ik dat ook altijd gedaan met mijn moeder. Dan ging echt de wekker om 6 uur in de ochtend. En dan gingen we als een gek gingen we naar de stad. En dan probeerde je natuurlijk echt een topplekje te claimen. Waar je je kleedje kan neerleggen. En dan verkopen maar. En dan gewoon allemaal leuke dingen doen. En ik heb er wel echt hele goede herinneringen aan. Ik wil eventjes langs bij mijn opa en oma. Dus ik sta nu voor het huis van mijn opa en oma. Ik heb hier dus wat spulletjes. En ik vind dat mijn opa en oma, want ik weet zeker dat ze niet in het oranje zijn. En ik zelf heb de oranje ziekte goed te pakken, zoals jullie zien. Mooi knolpauw oranje shirt. Ik heb de oranje knolpauw hoodie bij me. Maar hier dus ook een paar grappige kledingstukken. En ik ben heel erg benieuwd wat mijn opa en oma daarvan vinden. Maar laten we opa en oma eerst even feliciteren. Wat is dit? Abba! Wat is dit? Wat heb je daarin? Ja, ik heb allemaal mooie spulletjes bij me. Nou. Hallo opa. Hallo oranje man. Zo, hoe is het hier? Ja, goed jongen. Mooi, ik heb wat mooie spulletjes meegenomen. Oh. Ik denk dat jullie dat heel erg leuk gaan vinden. Nou, ben benieuwd. Dus ik zet het eventjes op tafel neer. Maar ik wil jullie als eerste eventjes feliciteren. Waarmee? Met Willy. Met Willy. Willem. Alexander. Ja, Willy. Koning. Ja. Nou, dankjewel. Ja, fijn. Nou, ja, mooi. Nee, ik dacht dat dat ging over het Nederlands elftal. Dat in de komende jaren... Maar niemand zegt Willy. Jawel, hij wel. Mooi. Jawel, dat is gewoon Willy. Wij zijn altijd Alex. Echt waar? Ja, Alex. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, er zit wel een mooi spul tussen. Ja, vind ik ook. Nu je hem vast hebt, vind ik wel dat je hem even aan moet doen, oma. Dat zou wel. Ja, waarom niet? Dat is toch hartstikke leuk? Ja, dan gaan we door de stad. Ik heb voor opa heb ik ook een hele mooie pet. Oh, dat is ook niet gek. Dat is gaaf, hè? Juist. Nee, dat is helemaal goed. Dit zal wel een pruik zijn. Oh, die is mooi, oma, voor jou. Ja, die is zeker mooi. Maar dat... Kijk, die is ook gaaf. Deze is echt heel leuk. Hier, kom eens, oma. Dit is echt heel leuk voor jou. Dit is een indiaan. Kijk. Indianen toch. Kijk, deze moet zo. Zo. Ik heb een veel te dik hoofd. Jezus, heb je een groot hoofd? Ja, maar deze. Ja. Broertje. Oma, mooi. Ja, leuk. A few moments later. Geen probleem. Dat ik morgen moet de boelen. Ik zie geen bal. Nou, opa die heeft de pruik op, oma die heeft de toy, tai tai of zo. Hoe heet dat? De tai of zo? Toy toy, tai tai? Een indianentooi. Oh ja, indianentooi, dat is het. Ja. Nou, dan denk ik dat ik deze opdoe en dan zijn we met z'n drieën zijn we gewoon lekker oranje gek. Hebben jullie al gezien hoe sokje eruit ziet vandaag? Nee. Nee? Zal ik sokjes laten zien? Ja. Een sokje aan de... Let's zien. Prachtig. Mooi, hè? Ja. Ah, oh. Oh, dat heb jij gedaan. Schattig, hè? Ja, mooi. Sokje doet ook mee aan Koningsdag vandaag. En even voor de duidelijkheid, er waren een paar mensen die zeiden Enzo, oh, dierenmishandeling. Maar dat is gewoon een Photoshop, mensen. Dat is gewoon met een programmaatje gedaan. Ik heb niet echt die verfdingen zo op hun gezicht gedaan, tuurlijk niet. Jeetje, Mina. Oh. Mijn oma die heeft altijd lippenstift op. En dat is lippenstift, die geeft enorm af. En altijd als ik oma zie of weer wegga, dan geef ik even een kusje om gedag te zeggen. Om hallo te zeggen of om doei te zeggen. Moet je kijken, joh. Oma, kijk dan. Jeetje, Mina. De lippenstift is echt niet normaal. Zo. In ieder geval, het is echt heel erg raar weer. Want de zon is nu in één keer weer aan het schijnen. Maar hey, deze is functioneel. Voor beide. Die beschermt je tegen de zon en tegen de regen. Dus ik ga kijken of ik die nog op ga doen of niet. Maar ik heb ook een oranje pet en dat vind ik ook wel nice. Maar altijd leuk bij mijn opa en oma. Super gezellig. Ik dacht ik ga eventjes langs, eventjes wat drinken en eventjes lekker bijkletsen. Kijk eens even. Dit hangt er wel mooi bij hoor, allemaal die Nederlandse vlaggen. In plaats van de pet ga ik nu toch eventjes deze opdoen.
En dan ben ik heel erg benieuwd hoe Tom gaat reageren op de oranje ziekte, de oranje koorts. Hoi! Ja, Tom, wat is dit nou dan? Ik heb nog niks oranjes aan, hè? Heb ik goed nieuws voor jou? Ja, zeker een vlaggetje op mijn wangetje. Nee, ik heb nog iets veel moois voor jou. Je weet toch dat ik altijd die dingen regel voor je? Ja, hè? Daar zijn we vrienden voor. Absoluut. Kijk eens even. Het zit er nog in. Nog een bosje, ja. Ach, de Zo hoog doen, hè? Dat is geniaal. Alsjeblieft, doe hem heel even aan. Alsjeblieft. Je hoeft er niet meer rond te lopen, maar gewoon heel even om te laten zien. Want ik heb bij jullie dit shirt nog niet laten zien, maar dit shirt, dames en heren, onbetaalbaar. Dit is zo ontzettend gruwelijk. Kijk, en dan nu heb je gewoon... Kijk, dan heb je gewoon een shirt van een leeuw. Raar! Als je een mooie meid tegenkomt en zegt, zo, het ziet er goed uit, ik heb zin om je op te eten. Ja, zo. Gaan we sowieso gebruiken, maar... Doe hem nog eens één keer helemaal omhoog. Oh mijn god. Wie verzint dit, hè? Wordt dit zo? Ja, dat is gewoon oud. Dat is natuurlijk van de leeuw. Ja, dat is van de leeuw, joh. Die is gewoon aangevallen. Ja, precies, ja. Mooi, man. Ja, dit is fantastisch. Tom en ik gaan even de stad in. En dan gaan we eens even kijken wat we allemaal tegenkomen. Ja, dit gaat wel een dingetje worden. Ik was er ook al een beetje bang voor. Ik moest sowieso de stad in, want ik ben hier verplicht om een cadeautje te kopen voor Bas, want die is jarig. En ik ga morgen naar zijn verjaardag. Maar Koningsdag, zoveel drukte en dan de stad in. Hoeveel foto's heb ik nu gemaakt? Ja, ik ben weggelopen. Ja, het was echt al heel druk en we zijn nog geen eens 5 minuten in de stad. Dus ik denk dat we hier niet heel lang kunnen blijven hangen. Want als één iemand mij ziet, dan gaat het rond op social media. Voordat je het weet, dan is het echt een gekte. Dat is niet normaal en dan kan ik nergens meer rondlopen. Maar we gaan even kijken hoe ver we komen en of het nog een beetje te doen is. En anders dan gaan we heel snel weer uit de stad. Ga je schilderen? Jeetje, zo kan je ook wel gaan shadowboelen. Ja. Ja toch? Nee. Hoppakee. Ja, weet je wat het is, mensen? Ik ben nu in een kledingwinkel en in het verleden heb ik hier iets gekocht. Dat was een kooltrui. En ik wil super graag een nieuwe kooltrui. Maar ja, die is er niet meer, want de zomercollectie hangt hier. Dus nu moet ik iets anders uitzoeken. Maar ik kan niks vinden. Ik kan serieus niks vinden. Dus we zijn aan het kijken, wel een paar mooie hoedjes. Maar ja, ik heb al laten zien dat ik een mooi oranje pet heb en zo'n mooi ander paraplu hoedje. Dus we zijn nu een beetje aan het kijken of ik nog iets kan vinden eventueel. En wie hebben we hier? Wat is dit nou? Een jarige joppie. En even de auto aan de kant zetten hoor. Oh, komen we deze gekke man tegen. Jongen. Ja, we zijn niet lang in de stad geweest, want het was gewoon één groot gekkenhuis. En ik denk dat als ik voor elke foto een euro zou vragen, dat Tom een jaar lang gratis bier kon drinken. Heerlijk, man. Zou dat mooi zijn? Oh, laten we eens even gedag zeggen tegen die jarige Job. Ja. Jarige Job, hoe is het? Ja, lekker. Goed, man. Nee, man. Het ziet er mooi uit. Ja, lekker, man. 26 jaar. Ja, dat kan je ook wel zien, hoor. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft, dankjewel. Nou, dit is dus de reden waarom het een heel erg kort rondje was in de stad. Dus Bas, ga je de stad in? Ja. Ik wens je veel succes. We gaan weer terug. Begrijp me niet verkeerd hoor, mensen. Ik vind het echt super leuk om met jullie op de foto te gaan. Dus ik heb ook tegen iedereen ja gezegd. En eigenlijk zeg ik ook nooit nee. Ja, tenzij ik uit eten ben aan het avondeten en ik zit in een goed gesprek. En halverwege het eten in één keer mag ik op de foto. Dan heb ik zo, ja, ik ben aan het avondeten heel even gewoon even lekker rustig eten. Maar voor de rest vind ik het altijd prima en zeg ik altijd ja. Dus het was ook zo net heel erg gezellig hoor in de stad. Ja, ik had niet zo heel veel zin om daar nou een 3 uur lang te lopen, waarvan 2,5 uur foto's. Dus we hebben gewoon een heel kort rondje gemaakt. En ik heb even een cadeautje voor Bas gekocht. En hoe toevallig is het dan dat je ook Bas meteen tegenkomt? Super toevallig. Ik ga hem in ieder geval morgen weer zien als hij zijn verjaardag gaat vieren. En voor nu ga ik eventjes naar mijn moeder, want ik heb wel een heel erg leuk idee om even te doen met mijn moeder. Kijk. Hoppakee. Is dat niet lekker? Ja, lekker mama. Oh, daar had ik nou echt veel zin in. Nee.
Je hebt al eentje gehad, hè? Ja. Jij hebt wel iets leuks aan. Kijk. Is leuk, hè? Maxima. Kijk de hele jaar aan. Mooie vrouw ook, hè, Maxima? Ja, dat is mooi. Dat vind ik ook. En ze heeft ook mooie dochters. Zeker. Weet je, ik ben heel trots op. Ja, shout-out naar de dochters. Dat heeft Willem goed gedaan. Zeker weten. Zo, daar eten we eentje op. Ik moest eventjes goed model gaan staan voor een foto voor Instagram van mama. Leuk voor de foto. Leuk voor de foto. Alles gelukt? Heb je bij de foto even aan het editen? Ik heb het cadeautje van Bas ondertussen ingepakt. Mooi zo. Ben jij klaar? Nee. Maxima? Ik wilde wat leuks gaan doen. Oh, leuk. Ja? Ik wil ook wel wat leuks doen. Kijk. Dit gaan wij maken. Oh, tampoesen. Die heb ik vroeger wel eens ooit gemaakt. Wist je dat? Dat wist ik niet. Maar die ervaring kunnen we goed gebruiken. Maar hoe is het heel lang geleden? Ik ben niet zo heel goed in. Weet je wat je het enige wat je hierbij hoeft toe te voegen? Een spuitzak. Is water. Oh, echt? Zo, die kwam laat binnen. Ja. Ja, dat duurde echt even een paar seconden. Ja, zelf toevoegen. Nou, dan is het ook wel... Het is super makkelijk. Er staat zelf toevoegen water. Dat is het enige. Ja. 4 tompoesen, inclusief spuitzak en maatbek. Net nu ik aan het filmen ben, gaat dat koffiezetapparaat filteren. Dat doet hij altijd. Doet hij dat bij jou ook altijd? Ja, één zak. Vervelend ding. Zo, stom ding. Nou, gaan wij tompoesen maken. Oh, nom 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 nom. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Oh. Oké, let's go. Bottleflip. Hoppakee. Kijk eens joh, alles komt zo regelrecht uit de verpakking. Zelfs de bodem van de tompoesen en de bovenkant. Dus die zijn al klaar, die zijn al voorgebakken. Les 1. Zet je bril op, anders kan ik dat niet lezen. Maar dat heb ik gedaan. Dat wou ik niet zeggen. Altijd eerst je handen wassen. Oké. Dat doe je eerst op. Dat heb ik jullie ook geleerd vroeger, hè? Ja, dat klopt. Met zeep. Goed wassen. Hop, hop. Dat is 1. En dan? Heb ik al even gelezen dat we de bankettersroom, dat is dit, dat moeten we in een bak doen met 275 milliliter water. Banketbakkersroom. Juist. Ja. Dat is dit. Mam, reactievermogen? Hop. Heel goed. Hoppa! Hey! Hey. Nou. Oké, heb je een bak? Ik heb een bak. Mooi. Dan pak ik ondertussen de schaar. En dan leg ik die alvast klaar straks voor de spuitpunt. Want daar moeten we een stukje van afknippen. Heel benieuwd. We denken gewoon al verder. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Hoppakee. Zo, dat zit erin. Nu nog water erbij. Als je slim bent, dan doe je de troep altijd weer in dat bakje. Dan is het meteen opgeruimd. Dat is toch eens slim, zeg. Dat is een goede tip, hè? De tip van Flip. De tip van Flip? Van Enzo. Nou, dan hebben we de mixer. Ja. Doen we gewoon volle kracht aan. Wacht, er wordt eerst water bij. Hoe doet hij? Oh! Oh, dat wordt één stofwolk, joh. Ja, daar moet je er water bij natuurlijk. Oké, nou sorry hoor. 275 milliliter water. Heb je water? Wat is dit dan? Dat is een dopje. Waar kwam die vraag vandaan? Je zoon je haar en dan draaien. Ja joh. Dat is toch niet leuk. Hoeveel? 175 milliliter. Nee, 275, toch? Ja, dat bedoel ik. Ja, 275. Oké. Schiet nou op, mama. Voelt dat lekker? Voelt dat lekker? Ja, heerlijk. Oké, doe dat hierin. Doe dat hierin, man. Ja, maar dat is iets te veel, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Nee, maar het moet wel lukken. Ja, dit. Ja? Ja. Oké, let's go. Oeh. Ja, goed zo. Oh, dat gaat alle kanten op. Je kan er alles doen. Voel je dat? Ik voel niks. Nee, gaat goed, toch? Ik ben nog schoon. Oh. Gaat alle kanten op? Ja, stop het. Stop. Kijk. Oh, je hebt je hele handen vies. Ik heb mijn hele handen vies. Ja, maar dit moet wel 1, 2 minuten zo doorgaan, joh. Ja, doe maar dan. Oké, okay, ik komt-ie. Ik ga
A few moments later. Nu is dit helemaal goed, denk ik. En dan nu? Knip het punt van 10 centimeter van de onderzijde van de spuitzak. Ja, die voorbereiding die had ik al bijna gedaan. Ik heb hier de schaar. Ja. Nou, ik denk ongeveer zoals hier. Zoiets. Zo. Ik denk dat dat wel goed is. Ja, ja. Ja, toch? En dan moet dit nu er allemaal in, toch? Ja. Vul deze... Oh ja. Jeetje. Hoe gaan we dat doen? Ja, en met een lepel, denk ik. Oké. Okay. Weet je, als het vaak makkelijk is, of makkelijk lijkt, dan is het vaak best wel moeilijk. Is dat zo? Ik vind het tot nu toe best wel makkelijk. Jawel, maar... Dat spuiten, heb je dat wel eens gedaan? Ja. Nu heb ik hier de room in de spuitzak zitten. Nu leggen we hier zeg maar de ja, onder- en bovenkant, de crackers of zo, leggen we neer. Tompoes plakken. Ja, ja, zo noemen ze eigenlijk echt. Oh nee, dat is niet de goede. Oh, dat is niet goed voor mij. Kijk, dat bedoel ik dus. Ik kan echt nooit iets helemaal doen zoals ik moet. Dat lukt me gewoon niet. Maar dit komt goed, dit ga ik helemaal vol spuiten. Ja, maar we zijn heel creatief. En dan hebben we hier een heel klein bakje. Die vullen we met 10 milliliter water. En dat doen we dan in een bakje met de glazuurpoeder. Die is dan niet in het oranje, maar in het roze helaas. Maar goed, dat ja, hebben we even niet anders. Wil jij dat dan mixen? Ja, maar moeten we eerst denk ik spuiten, hè? Oh, nou dan doe ik dat eerst wel. Daarop. Dus nu moet ik dit zo hierop spuiten? Ja. Hoe dik of zo dan? Ja, weet ik niet. Totdat het op is. Oh, dat doe je goed. Jeetje, wat gaat het lekker. Dat is hartstikke goed, joh. Wow. Mooi. Hey, dat mag niet. Oh. Dat is eerst gewoon... God. Nee, je moet ze op allemaal doen. Oh, allemaal? Ja, niet allemaal, maar ik bedoel 4. Geweldig. Dat is echt fantastisch. Kijk eens. Je hebt talent. Oi, oi, oi. Hier deze nog. Maar dat is toch veel te veel? Zo is het veel te veel. Dit heb je ook bij een normale tompoes. Nee, ik bedoel dit niet wat je er nu op doet, maar er blijft toch te veel over? Oh ja, dat denk ik ook, ja. Ja, kijk wat we over hebben, joh. Dat is niet goed. Nee, hoeveel moet je er ooit op doen? Dan moet je er nog een laag op doen, hoor. Ja, een beetje. Ik zou gewoon doen. Zonde. Weggooien, daar hou ik niet van. Moet je kijken, wel een dikke laag. Ja joh, lekkere, dikke tompoes. Dit is echt veel te veel, joh. Ja joh, wat geeft dat nou? Kijk dan. Zit er niet nog een... Nee. Nee, je moet ook nu... niet op die andere doen. Nu moeten we deze erbovenop doen. Dat denk ik wel. Maar moeten die glazuurlaag dan daar nog bovenop? Ja. Kijk zo. Nou, dit is toch fantastisch? Ik vind het mooi. Ja, dit is zo makkelijk gemaakt, hè. Dat is niet normaal. Het moet nou nog te eten zijn, natuurlijk. Ja, dat ook nog, ja. Krekkers zijn er wel staan kapot. Ja. Kijk, hier hebben we er gewoon al 4. Ja. Zie je dat? Zo, hier zit veel in, geloof ik, hoor. Is dat dan roze? Ja, toch? Nee, het is gewoon wit. Huh? Maar dit is roze glazuurpoeder. Oké, dan moeten we 10 milliliter water. Er zit er misschien iets in waardoor het roze wordt als je ja, er water bij doet. Zo vol. Lijkt wel voor een hoestdrankje of zo. Had je dat ook altijd? Ja, zo'n shotje. Ja. God. Oké, moet je kijken, man. Dat gaat nu, ja? Dat wordt waarschijnlijk roze. Als we dit er doorheen gaan doen. Ja! Zie je? Nou ja, zeg. Er zit een of andere kleurstof. Dit is niet echt gezond natuurlijk wat we maken, hè? Nee, dit is alleen maar suikers. Ja, dat is heel, heel slecht. Maar goed, het is Koningsdag en dan mag het, hè? Dat vind ik ook. Nou, dat begint aardig goed uit te zien. Jeetje. Wel geinig, hè? Ja, dat vind ik wel heel leuk. Dat het gewoon helemaal wit is en dan toch wordt het roze. Maar als je maar 10 milliliter erbij moet doen, dat is weinig, ja, hoor. Ja, dat is heel weinig. Kijk eens even hoe mooi. Jeetje. Dit is leuk. En je kunt het opeten. En je kan het opeten. Ja, we gaan het er nu tenminste, op doen. Oh. Maar dit ziet er dan wel als weinig uit. Ja. Doe je voorzichtig dan. Ja. Oh, daar gaat het misschien over. Goed. Zo, toch ongeveer. Ongeveer. Maar dat moet ook altijd een beetje een je eigen stijl zijn, hè? Ja, precies. En Morse is mijn... Touch stijl. Of yourself. Of yourself. Of precies. Zoiets. Ja, dit is echt een heel leuk, gemakkelijk dingetje om snel
iets te maken. Ja, goed hè? Ja. Vind ik wel leuk. En daarom dacht ik ook, dat vind mama vast wel leuk om te doen met mij. Ik vind dat wel leuk. Dat is net als met koken, weet je, het moet niet te lang duren. Nee, vind ik ook. Alleen met koken wil ik het wel altijd gezond en met bakken, dat lukt niet altijd helemaal gezond, hè? Ja, volgens mij is gezond bakken moeilijker inderdaad. Ja, dat lijkt mij wel tenminste. Ja, eet ook alles op, hè? Ja, lekker. Is het wel lekker? Ja. Ja. Nou, en nou in de oven. Oh nee, ik bedoel... In de oven? In de koelkast. Ja. Lees maar. Op het pak. Ja, staat dat in de koelkast? Moet? Ja, dat moet een uur opstijven. Oh, dat meen je? Ja. Oh ja, laat het dan poes ongeveer een uur opstijven in de koelkast. Ja. Verrek, je hebt gelijk. Ja. Kan deze hele plank niet in de koelkast? Nee, joh. Oh. Natuurlijk niet. Oh, oh, dat kan toch niet? Gewoon hele kunstwerken, joh. Ja, we spuiten ze nog een beetje bij aan de zijkant. Zodat het nog een beetje wordt opgevuld, zeg maar. Vroeger maakten we van die cakejes, weet je nog? Ja. Met van die eetdingetjes erop. Van die eetpapier. Ja, en dan had je van die soort cupcakejes. En dan deed je dan zo'n... stickertje op. Ja, zo'n stickertje op. Met van die... wie staat er altijd bij? Mochten jullie kiezen welke je... Is mijn Looney Tunes ook? Looney Tunes, ja. Looney Tunes. Dat weet ik nog. Ja. Het ging altijd cupcakes maken. Ja. Oh, nou dan doe ik wat glazuur erdoor. Ah, dat is eigen... deze zak een beetje in. Ja, ze zijn niet de mooiste, maar ik vind ze wel... Deze is echt het mooiste, deze. Ja, ik ga hem nog wat mooier maken. Nou, ik ben er trots op, man. Ja, kijk, maar dit moet ook nog een beetje beter. Ja, de bovenkant. Dat was lastig om erop te doen, hoor. Ja, maar als je dan zo... Ja, je hoort het. Hier, hop. Hoppakee. Alsof je een broodje smeert. 1 hour later. Kijk eens even. De... Hoe heet het ook weer? Oh ja, tompoesje. Ik moest echt even nadenken hoe het nou ook weten. Maar de tompoesjes zijn klaar. En nu is de vraag nog, zijn ze lekker? Ik ga een hapje nemen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vind ze wel redelijk goed gelukt. Kijk dan. Wat nice, toch? Nou. Lekker? Ik vind ze serieus lekker. Ja, echt wel. Ik zou een hapje nemen. Neem maar, ja. Ik ook. Hij is echt een goeie hoor, serieus. Ja? Nou, ik ga deze helemaal opeten, 100%. Probeer het maar eens, ik ben heel erg benieuwd. Gewoon zelf gemaakt, hè, wij, mam. Hai. En? Wel lekker, hè? Oh. Jij is al lekker, hè? Nou, daar sluiten we het mee af, dames en heren. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten van de vlog. Net zoals ik heb genoten van een tompoes. Vergeet niet even een blauwe duim omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie basis morgen weer een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol, power!